In Meddo brandde het paasvuur gisteren voor de laatste keer. Dus komt er na 48 jaar een einde aan een traditie in het Achterhoekse dorp. In Elburg is een groep vrijwilligers nog dagelijks bezig om spullen in te zamelen voor Oekraïners. Je kunt echt zien dat het wat het doet, dat je daar spulletjes in kunt brengen. Dus. En technieklessen op mbo-niveau op de middelbare school. Om die leerlingen dus tegemoet te komen, moet je dus je onderwijs aanpassen. Goedenavond. Pasen wordt op veel plekken uitgebreid gevierd. Vaak ook met een traditioneel paasvuur. Maar vanwege de stikstofregels trekken veel organisatoren de stekker eruit. Zo ging in Meddo gisteravond de stapel hout voor de laatste keer in vlammen op. Jammer dat dit nu dan de laatste keer is. Maar we gaan er wel van genieten. Onder toeziend oog van honderden mensen stopt na 48 jaar de traditie. Een tekort aan vrijwilligers en het strenge stikstofbeleid zijn redenen om het bijltje erbij neer te leggen. Dus dan zeiden we van, nou weet je, we gaan nog één keer dat grote vuur bouwen, want daar ligt wel ons hart, maar we gaan wel stoppen. Jaren komen we hier ook al en dat is gewoon echt jammer dat dat af is. Iedereen vindt het geweldig dat zo'n groot paasvuur dat er is en dat is gewoon, ja, geweldig. Het vuur smeulde tot in de late uurtjes door. En ook de organisatoren waren nog wel even bij het brandende hout te vinden vannacht. Proostend op een mooie laatste keer. We gaan zeker, denk ik, na afloop een extra biertje drinken. Ja, zeker. Ja, en ook in het buitengebied van Gent had een mooi paasvuur moeten branden. Maar dat ging niet door. Spelbreker was de wind. Die bleek de verkeerde kant uit te waaien. En de organisatie besloot dat het te gevaarlijk was om de bult aan te steken. En dat was geen makkelijk besluit. Ja, dat klopt. Daar zijn we ook een uurtje van de half mee bezig geweest. En ook heen en weer bellen met de brandweer en dat soort dingen. Maar ja, die zeggen van, het is jullie eigen beslissing, jullie eigen verantwoording. En die hebben we dus genomen. En dus, het gaat niet door. Het ging niet door. De paasbult van Gent ligt in het buitengebied, waar normaal gesproken eventuele vonken geen gevaar opleveren. Maar dan moet de wind wel uit de richting komen waaruit hij meestal komt. En dat was gisteren niet zo. De wind waaide precies de andere kant uit, richting de dijk en een woonwijk. Ja, als je hier net over de dijk bent, dan kun je al die huizen zien staan. En dan zat er ook nog eentje met een rietgedekte kap. Dat moet je niet willen, want dan heb je het leed niet te overzien als dat misgaat. 6 maanden werk heeft er ingezeten in deze paasbult. De teleurstelling is groot dat hij niet in vlammen is opgegaan. De vergunning was maar voor 1 dag geldig, dus hij mag ook niet meer branden. En nu zit de organisatie met een ander probleem in de maag. De bult ligt er nog, die wordt pas over een paar dagen weggehaald. En hoe voorkom je dat iemand hem in de tussentijd toch in de fik steekt? De organisatie gaat af en toe polshoogte nemen. Ik probeer nog contact te krijgen met een boer of een politie dat ze regelmatig een keer langs rijden. Dat is ook wel... Daar werk ik ook aan natuurlijk. Die hebben meer gezag als wij. Nog 2 dagen heeft u de kopzorgen van. Volgend jaar toch weer? Even een maandje laten zakken. Even alles weer op een rijtje zetten. Een beetje evalueren. Of heel veel evalueren. En dan weer met frisse moeten tegenaan. Denk ik. Hoop ik. De oorlog in Oekraïne is inmiddels al meer dan 1 jaar aan de gang. Er werden veel acties op touw gezet en inmiddels zijn er ook weer veel afgelopen. Maar in Elburg is een groep vrijwilligers nog dagelijks bezig om spullen in te zamelen. We staan hier in het Oekraïne-winkeltje in Elburg. Hier mogen alle vluchtelingen naartoe komen. Die kunnen gratis kleren uitzoeken of schoenen. Er komen hier gewoon 200 vluchtelingen in de week wel. Het Oekraïne-winkeltje in Elburg is bedoeld voor vluchtelingen in ons land. Maar toen de oorlog begon, zamelde initiatiefnemer Kees Bruines ook gelijk spullen in die naar het oorlogsgebied gebracht worden. De 24e brak de oorlog uit. De 27e zijn begonnen met inzamelen. En de 28e hebben Geert en ik al een grote aanhanger en de bus vol naar Groningen gebracht. Dat was daar het inzamelpunt. Vlak daarna besloten de Elburgers zelf naar Oekraïne te rijden met alles wat ze inzamelden. Inmiddels zijn er meer dan 60 busjes en 15 vrachtwagens vol spullen vanuit Elburg naar Oekraïne gereden. Je kunt echt zien dat het wat het doet, dat je daar spulletjes in kunt brengen. Dus. De laatste keer ging Van Triest samen met de andere vrijwilligers op bezoek bij The Lighthouse in Makarif. Dat is een dagopvang voor geestelijke en lichamelijke gehandicapte kinderen.
En die hebben speciale begeleiding en speciale voeding nodig. Waar ze eerder dus vooral kleding en aggregaten naar Oekraïne brachten, zijn de Elburgers nu op zoek naar zondevoeding die ze naar de kinderen in de Lighthouse kunnen brengen. Van die speciale zondevoeding, van die medische voeding is dat, want die is eigenlijk niet te koop hier. Dat is allemaal van giften en gaven, proberen we dat bij elkaar te krijgen. En als we dan weer een busje vol hebben, gaan we weer een keer die kant op om die mensen aan het eten te houden daar. Melvin Kolf droomde van een carrière als profvoetballer. Hij speelde even betaald voetbal, maar maakte daarna een carrière-switch naar het jongerenwerk. En dat doet hij in zijn eigen wijk Presikhaaf in Arnhem. Welkom bij Presikhaaf University. De beste plek van het land. Hier zetelt de jeugd- en jongerenorganisatie voor de wijk Presikhaaf. We zijn actief op de domeinen onderwijs, sport en bewegen, armoede, schulden en arbeid en ontwikkeling en kunst en cultuur. En over al die programma's zien we dus 700 jongeren. En wekelijks geven we hier 5 keer in de week huisopleiding. Zijn carrière als voetballer is een basis voor zijn huidige werk. Ooit begon in de jeugdopleiding van Vitesse. Van Vitesse naar de jeugdopleiding van NEC. Toen de overstap naar de Graafschap. Daar 2 jaar onder contract gestaan en carrière afgesloten bij Top Os. Elke dag beter willen worden, jezelf willen uitdagen. Ja, al die lessen neem ik mee vandaag de dag in het jeugd- en jongerenwerk om zo eigenlijk de beste versie van alle jongeren in de wijk te creëren. Het stigma van wijken als Presikhaaf vindt Melvin volkomen onterecht. Ik zou het eerder een vruchtbare wijk noemen. Omdat je alle ingrediënten hebt om tot groei te komen, tot bloei te komen. En als we daar voldoende liefde, water, aandacht aan geven, dan gaat de wijk boven zichzelf uitstijgen. Dus ik zou eerder een vruchtbare wijk noemen dan een achterstandswijk. Want ik vind niet dat we op achterstand staan. Straks in Oldebroek werd Tweede Paasdag op een hele andere manier gevierd. Veel mooie sprongen, dus dat maakt hem wel spectaculairder. Paas drukte vandaag door heel de provincie. Veel mensen gingen op pad. En zoals altijd was het langzaamaan rijden bij de meubelboulevards en de tuincentra's om een parkeerplek te bemachtigen. En sommigen die zochten het wat rustiger op en liepen over de heide, zoals hier op het Roosendaalse veld. En in Zevenaar is gisteren een vrouw gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ging om de auto van de groenteboer. Het groente en fruit vloog door de klap de cabine in. Ja, hoe de auto van de weg kon raken is niet duidelijk. Achterhoekse jongeren die vroeg weten dat ze willen werken in de techniek, kunnen vanaf nu op de middelbare school praktijklessen gaan volgen op mbo-niveau. Het doel is om ze sneller voor te bereiden op een plek op de arbeidsmarkt. De 15-jarige Danny wist al op jonge leeftijd dat hij later aan het werk wil in de techniek. Begin van het eerste schooljaar al. Ik denk al veel eerder, want ik las thuis al heel veel met mijn vader. En de oudkras doen we ook en dat vind ik gewoon mooi, techniek en zo. Dus ja. Ook voor Lars is er niks mooier en uitdagender dan bezig zijn met techniek. Aftekenen, boren, schroefdraad erin tappen, leuk met handen werken, hartstikke leuk. Een aantal leerlingen weten echt wel snel wat ze willen. En om die leerlingen dus tegemoet te komen, moet je dus je onderwijs aanpassen. En dus ook flexibel zijn in de manier hoe je onderwijs vormgeeft. En is dit dus de geïntegreerde leerlijn waar wij gebruik van maken. Dat leerlingen op deze manier sneller worden klaargestoomd voor een baan in de techniek is hard nodig. Want ook voor bedrijven in de Achterhoek is het lastig om vacatures voor technische beroepen ingevuld te krijgen. We lenen ook mensen in uit het buitenland om te kunnen voldoen aan de vraag. Dus jonge mensen uit de Achterhoek krijgen zou fantastisch zijn. Heb je al een idee waar je straks wilt gaan werken of wat je wilt gaan doen? Nee, dat nog niet. Ja, iets met lassen lijkt me wel leuk. Ik vind het gewoon mooi met machines te werken en lassen vind ik gewoon mooi. Het zijn allemaal wel talenten en dat komt ook omdat ze nu ook doen wat ze willen en dan worden die talenten mee versterkt. Damien uit Kerkdriel is pas 14 jaar, maar zijn grootste droom wordt nu al werkelijkheid. Binnenkort staat hij namelijk met zijn idool, volkszanger Mart Hoogkamer in Ahoy. Ik ga zwemmen in elkaar dilemma. Een echte tijger is niet te temmen. Ik ben zo'n fan van Mart Hoogkamer omdat hij hij kan natuurlijk super mooi zingen en hij is echt altijd aardig. Hij maakt natuurlijk hele mooie feestnummertjes, maar hij maakt ook mooie ballads. Je krijgt me niet kapot.
in Ahoy is wel leuk om een feestnummer te doen, maar dan kan je niet echt jezelf, hoe noem je dat, laten zien. En samen met hem dan dat liedje zingen, ja, dat is vet. Ik denk dat ik zelf wel kippenvel krijg. Het zou super vet zijn als ik zelf ooit een keer een concert kan geven en misschien ooit een keer een hit of zo. Maar ja, ik wil sowieso eerst mijn werk ervan maken. Dat lijkt me sowieso al super vet. Ja, wie weet. Dan, de een zoekt vandaag paaseieren met de kinderen. De ander gaat naar het tuincentrum. Maar in Oldebroek kennen ze een hele andere traditie op Tweede Paasdag. Daar wordt namelijk op het zand gestreden om het hoogste podium. Vol gas trekt Koen Hermans uit Hengelo vandaag in zijn zijspan over het crossparcours in Oldebroek. Ja, dat geeft natuurlijk een gigantische kick. Vooral de harde banen, dat geeft mij iets meer een kick. Want dan ligt de snelheid wat hoger en veel mooie sprongen. Dus dat maakt het allemaal wel wat spectaculairder. Het publiek komt ook graag kijken en luisteren naar het crossgeweld van de deelnemers van over de hele wereld. Nederland, België, Duitsland en Let. De competitie staat hoog aangeschreven. Dus voor ons is dat perfect om te laten zien wat wij hebben hier op circuit. Maar het wordt voor de deelnemers uit het buitenland door de stijgende vervoerskosten en de brandstofprijzen steeds lastiger om bijvoorbeeld naar Oldebroek te komen. Ik denk dat elk team het behoorlijk moeilijk heeft om het elk jaar rond te krijgen. Ik denk wel, als het prijzengeld allemaal wat hoog gaat verlegen, dan kun je dat iets beter compenseren. Maar ja, dat is ook niet hoog. Dus daar kunnen wij net een beetje een paar onkosten van vergoeden. Maar de rest moet toch weer uit het sponsorbudget komen. En die sponsoren moeten er dan ook voor zorgen dat deze traditie op Tweede Paasdag overeind blijft. Meer dan 50 jaar geleden begon het hier op het racecircuit. En er zijn gewoon nou opa's die gaan. Vroeger gingen hun als kleinkind mee zijn. Maar die gaan hun nou met hun eigen kinderen of met hun kleinkinderen. Ja, dat is fantastisch. En tot zover het Gelders nieuws van maandag 10 april. Straks krijgt u het weerbericht van Weerplaza. En meer nieuws uit de provincie vindt u natuurlijk terug in de Omroep Gelderland app. Ik wens u nog een mooie avond. De opkomende zon had op deze tweede paasdag al behoorlijk veel last van die sluierbewolking. We zien hem hier net boven de horizon uitpiepen. En die flarden hoge bewolking zijn echt al duidelijk zichtbaar aan de hemel. En die hoge bewolking bestaat uit ijskristallen. En op het moment dat de zon daar nog redelijk doorheen kan schijnen, dan krijg je die reflectie van die zonnestralen in die ijskristallen. En dat zorgt dan voor een halo. Wordt ook wel een kring om de zon genoemd. En dat is vaak al een aankondiging van regenwater wat er aan zit te komen. Vanavond hebben we nog met regen te maken, want van west naar oost schuift een strook met regen over Gelderland. En pas aan het einde van de avond gaat het geleidelijk weer droog worden, maar achter die regenzone komen wel nog wat buien tot ontwikkeling. Morgen profiteren we dan van een rug van hoge druk, maar dinsdagavond gaat de bewolking alweer toenemen en volgt vanuit het zuidwesten alweer een nieuw regengebied. En dat is wel heel kenmerkend voor deze week, waarin we gewoon van tijd tot tijd heel wisselvallig, regenachtig en ook winderig weer hebben. Vanavond dus bewolking en regen. De temperatuur is gedaald naar zo'n 12 à 13 graden. Die wind is duidelijk aanwezig. Een matige wind uit het zuidwesten. En vannacht dan trekt de regen weg naar het oosten. Dan wordt het droog. In het westen van Gelderland komen dan ook wat opklaringen voor. Maar ik noemde net al even die buien. Die kunnen dus ook plaatselijk nog voor wat regenwater gaan zorgen. Door die opklaringen wel wat lagere temperaturen. Minimumwaarde zo rond een graad of 7. En die zuidwesten. De wind blijft nog even stevig doorwaaien. Morgenochtend profiteren we dan van die rug van hoge druk. Het is droog en ook vrij zonnig met wat stapelwolken. Temperatuur ligt in de ochtend net iets onder 10 graden met zo'n 9 graden. Maar kijk even naar de wind. 5 bovenvoor uit het zuidwesten. Vooral langs het Veluwemeer. Op de Veluwe daar behoorlijk wat wind. En ook in het rivierengebied op de dijken langs het water behoorlijk wat wind. Dinsdagmiddag ook nog ruimte voor de zon, maar vanuit het zuidoosten komen er dan toch wat buien dichterbij. Dus vooral in de Achterhoek kans op een bui. Het is behoorlijk fris voor de tijd van het jaar met maar 12 of 13 graden. Dan nog even vooruitblikken naar de langere termijn. Zwaartepunt van de wind ligt op woensdag. Het blijft gewoon heel erg wisselvallig met vrij lage temperaturen. En pas vanaf zaterdag wordt het geleidelijk wat droger, wat warmer en ook weer wat zonniger.